Oh mensen, ik ga een verrassing voor jullie bezorgen. Jullie wisten vorige keer Henk de Jong video's. Nu ga ik reageren op... Ik wil dat Dick voor de wedstrijd vandaag een persconferentie gegeven. Dickie, want wat er gebeurt vanavond, er moet gewoon worden. Punten gaan. Zou wel zo laat kunnen zijn. Ja man. Hij is gewoon nog steeds trainer van de Utrecht, kijkers. Van de Vrom is clubloos. Goedemiddag allemaal. Nou, goedemiddag. Ik heb besloten toch weer iets eerder weg te gaan bij de club. Waar ik nu zit, zat, kan je beter zeggen. Ja man, zeker. Ploegtekeutje. Die Feyenoord? Ga naar Feyenoord, Dick, alsjeblieft. Doe nou. Alsjeblieft, ga toch nog naar Feyenoord. Volg Jaap Stamman. Want dat is niet het geval. Maar als we daarom vragen over de stad, dan moet je dat maar vooral voor de ballen gaan staan. Hallo, Dick. Hè? Hallo, Dick. Hallo, Kimmy. Zo. Word je nou digitaal? Het is ook niet zo onbelangrijk, Kimmy. Sorry. Mijn hele staf gaat ermee in en dat is een prettig gevoel. Oh my god, hij is leuk. De volgende kijkers is deze. Ajax kan trots zijn. Hij probeert wel weg te stappen volgens mij, Sjeus. Maar... Nee, volgens mij wel. Hij probeert hem nog. Ja, maar die jongen die kan hem zo pakken, hij springt ervoor. Ja man. Hij probeert volgens mij, kijk nogmaals, kijken. Hij probeert een beetje weg te stappen bij die bal, maar... Echt ongelooflijk, joh. Oh, ja! Kijk eens een paar miljoen en vrijstand. Dit is een goede redding, hè, dit? Dat is een fantastische redding. Kijk nou, kijk. Zie je? Ja, hij haalt hem weg. Hij haalt hem weg, joh. Oh. Ja, Dickie, man. Verschrikkelijk, ja. Sorry, oh, Dickie, man. Maar toen wat je zei, Lorente kopte over. Toen ging Onana al met de hand in de lucht. Die ging ontzettend lang. Kijk hoeveel rode staat. Kijk, het is nog steeds 2-0. Weet je nog, dat bij die eerste goal. Toen was de licht helemaal hier aan het jagen op die bekken. Klopt, ja, ja. Maar toen zei hij tegen Dick. 2-0. Ja, wat doe je? Blijf lekker achter. Ja. Weet je, wat maak je druk om? Waarom wil je nog mee? Bij vrije trappen. Ja, maar dan doen ze toch al vrij. Toen stond het nog 2-0. Ja, ja, ja. Toen stond nog 2-0. Maar toen was het vertrouwen misschien iets te groot dat ze voor de 3-3. Nou ja, je ziet bij de ene komen van mensen toch voor de bal. Ja, wat je zegt, dat is een beetje veel. Ja, dat is echt heel erg veel. Maar de snelheid die ze voor hem toch hebben. Hé, Dickie, jij blijft gewoon nog bij Utrecht, hè, Dick? Ik begon eigenlijk al met die kans van Dele Alli. Toen voelde je dat dat ging gebeuren. Toen dacht je opeens, wat gebeurt hier nou? Ze komen toch nog wel in aanval. Terwijl eigenlijk het vermoeden bestond dat het eigenlijk wel op was. Dus wel weergeloze bal volgens mij zo meteen van Eriksen deze. Als je hem tussendoor geeft. Ja, echt fantastisch. Die redding ook, hoor dit. Ja. Ja, toen die weer gebeurde. Nee. Ja, dat is goed. Maar ze zijn gewoon een fantastische helft. Dat de publiek was geweldig. Daar kunnen ze alleen maar trots op zijn. Wat zij voor het Nederlandse voetbal gedaan hebben. Ja, maar daar koop je niet veel voor. Niet nou. Nee man, Dickie. Of voor de spelers niet. Maar ja, ze hebben zoveel goedwil. Ja, nee, dat is absoluut waar. Nou, kijk eens naar de volgende, naar de laatste. Welke zou ik doen? Ik zou zeker ja zeggen. Deze man moet het gaan doen. Salah en natuurlijk ook onze eigen Van Dijk. Player of the Year in Engeland door de spelers gekozen. Prachtige wedstrijd. En daarvoor twee geweldige analisten, dames en heren. René van der Gijpen, de toekomstige bondscoach van Schotland. Dick Advocaat! Ja! Dick? Dan gooi ik er zo uit. En? Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Nee? Nee. Gaat dat niet gebeuren? Nou, dat weet ik niet, maar... Oh, oké. Okay. De naam wordt genoemd, maar meer ook niet, hoor. Nee, hoor. Niet officieel benaderd ook? Nee. Oké. Okay. Maar als het gebeurt, dan ga je het doen, hè? Als dat zou zijn, dan zou ik zeker ja zeggen. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Want stoppen ga je nooit doen, dat weet ik zeker niet. Ja. Weet je nog, kijkers? Ja, dat was zo leuk. Dit is lekker. Arme Van der Blom, arme. Van der Blom, nu club, loos. Ja, kijk eens. Kijk eens, ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze advocaatvideo. Vond je het een leuke video? Mag je dat belonen?
Pieter, duimpje omhoog. En dan zie ik jou de volgende keer weer. Adios.